Wel, met Milestone willen we eigenlijk verschillende technologische interventies gaan ontwikkelen en effectief gaan uittesten om die moeizame werkomstandigheden, stress en negatieve gezondheidsimpact van professionele chauffeurs, dan denken we zowel aan lange afstandschauffeurs, korte afstandschauffeurs als pakjesbezorgers via bestelwagens, om dat eigenlijk te gaan verbeteren. In de eerste fase gaan we in kaart brengen wat de relatie is tussen stress, slaperigheid en het rijgedrag. We gaan dat meten aan de hand van een wearable, waarbij dat we zo bijvoorbeeld kunnen detecteren of dat de chauffeur meer stress heeft op bepaalde elementen van de rit en ook wat dat de impact is op de verkeersveiligheid. En op basis van die inzichten trachten we eigenlijk interventies te gaan ontwikkelen om effectief die moeizame werkomstandigheden te gaan verbeteren. Wij hebben een 13-tal chauffeurs die gaan meewerken aan het onderzoek. 10 chauffeurs daarvan gaan een wearable dragen tijdens hun ritten, waardoor ze eigenlijk constant opgevolgd worden, gemonitord worden naar hun stressniveaus. En 3 chauffeurs die zullen een volledig slaaponderzoek ondergaan. We vinden het belangrijk om deel te nemen, omdat het voor ons een inkijk kan geven in de situatie. En dat het ons ook oplossingen kan aanreiken om die werkomstandigheden van die chauffeurs te verbeteren. Enerzijds is dat belangrijk omdat wij het beroep vrachtwagenchauffeur opnieuw aantrekkelijk willen maken. Omdat wij, net zoals iedere transporteur, kampen met een groot personeelstekort. Ze gaan mij een polsbandje geven en dat gaan meldingen geven. En dat gaan zo kunnen doen. Ik kan mijn planning zien van oké, die chauffeur zit nu in een stressvol moment. Die moeten we even zo doen. Er zijn wel momenten dat er stressniveaus zijn, of dat die hoger zijn. Maar eigenlijk, als je al zo lang die stress omgaat, heeft dat een zekere gewinning. Dus ik ben wel benieuwd of ik stress heb en wat ik het ook kan verbeteren. Je moet eigenlijk in je hoofd omgaan dat ik beroepschauffeur ben en dat de ander niet beter weet. Dus niet op ingaan. We zijn op dit moment eigenlijk gestart met de eerste fase van het onderzoek, waarbij dat we nu eigenlijk de relatie tussen stress, slaperigheid en rijgedrag in kaart brengen. En we zoeken zowel chauffeurs als transportbedrijven om deel te nemen aan het onderzoek. Chauffeurs krijgen een financiële vergoeding, krijgen ook meer inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens en krijgen in de volgende fase ook concrete tips en tricks om eigenlijk hun stressniveaus te gaan verlagen. En we werken ook heel graag samen met verschillende transportbedrijven om op die manier effectief samen interventies te ontwikkelen om die moeizame werkomstandigheden te gaan verbeteren.